Hallo, in dit filmpje wil ik jullie laten zien dat de binderingen van Zutter bij Natal hetzelfde zijn als die van de Change. Ik heb deze vraag gekregen van een van mijn volgers, omdat hij in een hobbywinkel had gehoord dat het absoluut onmogelijk was om beide ringen op hetzelfde systeem te gebruiken. Ik heb hier de ringen van de Change in de maat 1 inch. Dat zijn de witte. En deze zal ik vergelijken met dezelfde maat van de Zutter. De zwarte. Als je beide ringen naast elkaar houdt, dan zie je al geen verschil. Op het moment dat ik ze exact op elkaar leg, en dan zal ik dat even dichter bij de camera houden, dan zie je ook dat ze nagenoeg hetzelfde zijn. De afstanden zijn even ver van elkaar. Op het moment dat ik nu gaatjes maak in mijn papier, ik heb 6 inch papier genomen, dus ik heb de knop van 12 heb ik uitgetrokken, zodat hij op het laatste stukje geen gaatje maakt. Ik druk hem naar beneden, het gaat iets zwaarder omdat ik best wel behoorlijk wat velletjes papier naast elkaar heb gemaakt. Ik pak een zwarte bindring. Die hang ik in de zijkant en ik steek mijn papier erin. Nu is deze nog wel iets te lang, dus die moet ik afknippen. Maar je ziet dan dat het gewoon heel soepel gaat en dat het gewoon past. Het papier kan je ook gewoon soepel ronddraaien. Dan draai ik de machine om. Ik stel hem in op 1 inch. Door de knop in te drukken en hem de pijltoets op 1 inch te zetten. Ik leg mijn bindring er tegenaan. En ik druk hem dicht. Zo. En dan zie je dat het gewoon goed draait en werkt. Dus mochten jullie een Zutter of een Change willen kopen en nog ringen van de Zutter hebben, kan je die gewoon gebruiken. Veel plezier!